zo'n dingetje hierin, hè? Ja. Ja, daarin. Nee. Ja, en toen zat ik even in de kapperstoel bij... Roos. Hi. Hi. Hele goedemiddag allemaal, welkom bij deze gloedje nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag 2 oktober uit mijn hoofd, 2021. Het is nu 3:15. Ja, we openen hem laat. Ja, we hebben net even lekker met de hondjes gelopen, zoals je kan zien. Het is nat buiten. Ja, kijk, het is nat. We gaan even naar de pop-up store voor de Insta. Ik wil wat meer tips en tricks hebben. Ik heb advies eruit in mogen. Maar oké, maakt niet uit. Wij wensen jullie heel veel. Kijk, juist, precies dat. Dus, komt goed. Zo. Lekkere file. Bij de mal. Ja. En we gingen weg om 4:15. Ja. Mwah. En of we tussen willen. Is dat wel zo. Blijf lekker in je baan. Ja, maar daar ook in die witte. Ga terug weer uit. Witte gaat eruit, die andere kant. Kijk, lekker file. Ik heb een kant. Ja, helemaal top. Leuk dit. Mag dit? Mag dit? Nee. Ja, ja, het is gelokkeerd. Je moet die kant op midden gaan wachten. We zitten nog steeds dus in de file, mensen. Kijk, het is nu dus zo laat. Ja, we zitten dus nu al gewoon serieus 10 minuten in de file. Kijk, er zijn nog steeds file. Ik film die man dus niet. Hartstikke idee, kijk. En daar nog file. Jee. Wat op. Geweldig dit. Ja, met z'n tweeën hiervoor staan te drammen. En die kruising blokkeren. Het is afgekruist. Wat zou dat betekenen? Nou, en dat je daar toch mag staan. Hier... X-markt nou, ofzo. En er staat dus daar dus nu weer een auto, die gaat dus hier langs, zometeen. Dus die auto die daar staat. Die loopt hierin. Zet hem maar gewoon even uit anders. Nog geen autootjes meer van die kant, dat is jammer. Zo meteen weer. Ah, wel weer een mooie BMW. En dat is wel. Een zwarte. Het is een zwarte BMW. Maar geef mij dan maar die auto van Alex. Ja. De, die krijgt die auto. Ja. Nou, oh, he, maar eerst even voorlaten. Oh, ja, doe maar schat, doe maar, rij je met die op. Hartstikke idee. Sinds wanneer is dit nieuw? Dat je eerst gaat met je Volkswagen Polo. Nou, zoals je dus kan zien, het is lekker druk overal. Maar dat geeft niet, maakt niet uit. Ik ga er wel even langs, hartstikke idee. Kijk, helemaal top, helemaal goed. Wat zeg ik, het is overal weer lekker druk. Lekker. Maar ik kom voor één ding en Rodi moest nog weer melk hebben of zo, dus we gaan het meemaken. Wat gaan wij doen? Oké, nou ja, we gaan proberen om zo'n dingetje hierin, hè? Ja. Ja, daarin. Nee. Zal je ook een muntje geven voor de... Yes! Zo. Hoe dan? Ik win nooit wat. Ik win nooit wat. Het is gewoon een 2. Je hebt een 2 gewonnen. Jee. Ben je er blij met je 2? Ik weet niet wat ik krijg, joh. Dat geeft niet. Maar je hebt een 2 gewonnen. En een mooi balletje erbij. Maar ik win nooit wat met dit soort dingen. Een 2. Je was bij in de kapperstoel gaan zitten. En dan mag je wat leuk voor het haar laten doen. Oké, helemaal top. En je wordt nou wel erop helpen op een vlog, hè? Ja, half. Helemaal goed. Dat is mooi. Top. Ja, helemaal goed. Nou, dan laat ik iets leuks in mijn maat doen. Oké, helemaal goed. Prima. En dan valt maar meteen met de deur in huis. Van, hoe stel jij nou je basisgarderobe samen?
Nou, eigenlijk bestaat een basisgarderobe uit ongeveer 5 of 6 items. Een zwarte blazer, zoals ik aan heb, een zwart leren jack bijvoorbeeld. Een goed zittende jeans, heel erg belangrijk. Een mooie pantalon en een paar mooie sneakers of pumps. Maar wat is nou voor jou jouw basisgarderobe? Want jij bent best wel kleurrijk. Maar misschien zeg je ook wel, nou, dit zijn echt mijn basis items. Nou, toch ook wel voor mijn basisgarderobe hou ik toch ook wel heel erg van een, zoals je al zei, een goed zittende jeans. Ik heb het idee dat je met een jeans eigenlijk alle kanten op kan gaan. Je kan hem bijvoorbeeld naar je werk aan met een gimpje. Maar je kan hem ook op vrijdagavond aan met een leuk blouseje en een hak. Dus eigenlijk met die jeans kan je alle kanten op. Ja. Dus dat vind ik wel heel erg belangrijk. Wat er ook absoluut in mijn basisgarderobe zit, is een witte blouse. Ja, heel belangrijk. Die was ik helemaal vergeten. Ja, een witte blouse is iets waarvan ik vind eigenlijk dat iedere dame die wel in de kast en ook een heer. Ja. Want je kan daar eigenlijk alle kanten mee op. Zeker weten. En met die basisitems creëer ik weer heel erg mijn eigen stijl. En mijn eigen stijl is heel erg kleurrijk. Ik hou van veel kleur. En ik hou van veel prints. Dus met die items ga ik dat dan bijvoorbeeld een beetje je eigen maken. Wat meer wat vrolijke of meer gekkere items. Omdat dat heel erg mijn smaak is. Ja, precies. Maar wat is nou bijvoorbeeld jouw meest gekke item in jouw kast? Mijn meest of jouw gekke item. Favoriete item. Je hebt vast een favoriete item. Ik heb een paar favoriete items. Maar ik heb bijvoorbeeld nu een vintage kimono jas die helemaal geborduurd is op de rug. En dat is wel iets wat op dit moment echt een van mijn favorieten is. Ja, het is ook echt heel erg in de mode. Kimono zie je nu heel erg veel en ook dat doorgestikte ook veel. Ja. Dus die pak jij nu helemaal. Zeker. Maar bijvoorbeeld over stijl gesproken, hoe zou je jouw eigen stijl omschrijven? Ik denk dat mijn stijl, net als jij, ook wel kleurrijk is. In de winter vaak wat meer rock'n'roll en in de zomer ben ik echt bohemian. Ik ben echt een oude hippie, veel wijde jurken, kleurrijk, bloemen, gezelligheid, veel, veel van alles. Ja, dus more is more, niet more less. More is more, nee, niet less. Less nee. Nee. Hey, en ik zie hier 2 hele leuke meiden vooraan staan en die hebben al een beetje geshopt. Ik ga even vragen wat hun stijl is. Hallo meiden, knappe meiden. Mag ik vragen, wat is jouw stijl? Nou, ik denk zo van een beetje alles. Ja? Ja. En heb je bijvoorbeeld ook een favoriet item? Hey, dit is het even niet. Ik heb zo'n zwarte topje en die is heel leuk. Die was heel leuk en is heel leuk. Ah, te gek. En mag ik jou ook iets vragen? Heb jij bijvoorbeeld een stijlicoon? Iemand die je wel op het internet ziet en waarvan je denkt, wauw, die heeft een gekke stijl. Niet per se. Nee? Jullie vinden niet Hailey Bieber of zo te gek? Ja, ik heb wel een webster op Instagram. Oeh, die moet ik even opzoeken. Dat weet ik niet. En wat heb jij, al iets leuks gekocht vandaag? Zo te zien wel. Leuks, laat eens even zien. Kijk, haal het even eruit. Hup. Ja, ik kan niet naar beneden lopen, want mijn ding is niet lang genoeg. Leuk. Kijk. En waar ga je dat dan bijvoorbeeld op dragen? Op de broek die je aan hebt? Of heel wat anders? Ja, tuurlijk. Leuk. Nou, een zwarte broek is dus een heel goed basis eigenlijk. Zie je, maar daar kan alles op. Maar Fem, vertel even. Want jij doet namelijk niet alleen voor de bladenstijlen. Jij doet ook bekende Nederlanders stijlen. Ja. En hoe pak je zoiets aan? Nou, bekende Nederlanders is natuurlijk een heel ander geval. Een model, zoals wij dat natuurlijk ook allebei doen, en jij ook. Ja, die kunnen we alles aantrekken. Dan mag je lekker zeggen van ja, die hebben niks te zeggen. Dus die trekken we aan wat ze aan moeten doen. En dan is het meteen helemaal cool. Maar bij bekende Nederlanders, die hebben wel een image. Dus het moet ook wel echt bij ze passen. En wat vooral heel belangrijk is, is dat ze zich er fijn in voelen. En dat geldt dus eigenlijk ook voor iedereen. Voor iedereen eigenlijk, ja. Dus het is vooral heel belangrijk dat je dingen eigen maakt. Dus je kan zeker meegaan in de mode, maar past het bij jou? En dat je dat dan bij jezelf toepast. Voel ik me hier happy in?
Hebben jullie trouwens allemaal al een beetje, want ik zie wel de loodjes rondgaan. Zijn er mensen die nog een loodje willen trekken voor het winnen van een broek? Dan zou ik dat zeker even doen. Ja, want we gaan over een paar minuutjes dus een loodje trekken. En dan weten we wie de gelukkige winnaar of winnares is. Maar in de tussentijd zou ik toch nog heel even door willen gaan over het creëren van jouw waanzinnige garderobe. En hoe kom je nou tot een eigen stijl? Ik vind het bijvoorbeeld heel erg fijn om op Pinterest borden aan te maken voor daily looks, avondlooks, weekendlooks. Zodat ik dan daar iedere keer een beetje op terug kan vallen en inspiratie uit kan halen. En zo ontdek ik ook heel erg altijd gewoon wat mijn stijl is. Ja, precies. En ik denk ook wel dat het een heel goede richtlijn is om dan te kijken van nou, oké, ik pak elke keer hetzelfde plaatje. En dan kan je op zoek gaan naar iets wat daarop lijkt natuurlijk. Zeker. En wat ik ook ontzettend fijn vind nu, ik heb de afgelopen jaren, misschien jullie ook wel, alleen maar joggingsbroeken aangehad. Het was gewoon jogging galore. En had ik een meeting, had ik onder een joggingbroek aan en deed ik boven iets netjes, zodat ze op Zoom konden zien dat ik me wel fatsoenlijk had aangekleed. Ja, dat je wel je best had gedaan. Maar nu weer gewoon lekker naar buiten kunnen, denk ik de hele tijd, yeah, kom maar door met die jurkjes en die hakjes en alles. Ik heb gewoon zoveel zin om me weer lekker aan te kleden en jullie en mijn ook, best denk te ik, doen. Hè? Ja, maar weer helemaal fijn. Gewoon lekker all out. All out, ja. Eindelijk weer die kleuren aan. Dat zie je nu gelukkig ook weer veel. Ja, en als ik hier in deze mall kijk, ik denk dat iedereen daar wel een beetje behoefte aan heeft de laatste tijd. Nou, god, ja, kijk eens even hoe druk het is hier. Iedereen wil lekker shoppen. Ja, ik zie iedereen ook een beetje met smart wachten. Dus ik ga kijken of wij misschien een loodje mogen. Een loodje kunnen gaan trekken voor de... Nou, kom op, Liz. Jij gaat hem... Ja, mag ik? Ja, ik ga hem even goed roepen voor je zo. Oké. Okay. Hoppa. En degene die de gelukkige winnaar of winnares van de G-Star broek is nummer 862. Ja, oh, dat ben ik. Ja! Ja! Yeah. Oh, nou, kijk! Okay. We gaan zo met jou samen een broek uitzoeken. Ja. Maar voor nu heeft iemand misschien nog een vraag voor Femke of voor mij op het gebied van mode of op het gebied van I don't know, wat je leuk vindt. I don't know, wat je wil vragen, ja. Ja, vraag maar raak. Nobody. Nee? Nou, in dat geval wens ik jullie allemaal een heel fijn weekend. En ik veel shopplezier. Absoluut. En go for it. Ja. Bye. Ja, en toen zat ik even in de kappenstoel bij. Roos. Roos, hi. Tony en Guy. Hi. En ze gaat iets leuks met mijn haar doen, dus ze mag zich uitleven. Dus alsjeblieft. Ga je gang, meis. Lekker kleurrijk. Ja, dat heeft mijn eigen vaste kapster gedaan in Den Helder bij Golden Scissors. Oké, leuk. Ja. Gaaf hoor. Dankjewel. Ja, wat wil je doen met je haar? Je mag een invlecht maken, allemaal een paar kleintjes of nog gewoon krulletjes maken. Zullen we krulletjes doen maken? Ja, best, prima. Vertel helemaal goed. Yes. Kijk, daar staat mijn mannetje ook. Dus ja. Nee, gaat... Ja hoor, is goed. Wil jij zo even filmen van die kant, schat? Ja, maar anders zit ik, dan kun je ook een beetje kijken van wat ze doet aan die kant. Handig. Ja, dat kan ook. Wat jij wil. Maar hoe lang doe je dit eigenlijk al? Vertel het eens. Ik zit op een opleiding. Ja. Ik werk ongeveer anderhalf jaar nu bij Tony en Guy. Ja. Wat zit hier achter? Oké. Okay. Ja, ik ben nog in opleiding, zit op de school. Nee, ja. Vier zijn bijna klaar. Oké. Okay. Dus ik vind het wel leuk om dat mee te leggen. Ja, dat begrijp ik. Ja. Jij, wat doe jij? Je bent vlogger. Ik wou net zeggen. Ja, en ik zit dus ook, ik probeer wat vaker op Instagram ook wat meer te doen. Alleen ik vergeet het nog een beetje, omdat ik dit eigenlijk veel doe. Maar ik heb net heel veel goede tips gekregen. Dus ja. Leuk hoor. Het is wel een leuke dag hè, vandaag hier. Ja, dat. En dat is zeer zeker, ja.
kijken. Dan gaat ze daar even wezen, ook leuk. En hoe kwam je erop om alle kleuren te kiezen in je haar? Nou, daar kwam mijn kapster op. Ja? Ja, ik wou dus eigenlijk eerst aan de zijkantjes gewoon wat meer mm-hmm. kaal maken. En toen zei ze van, ja, ik heb een ander leuk idee met je haar. Ja, wat? Ja, zegt ze, een soort van regenboog. Oh, prima. Dus ik zei, nou, dan moet ik wel even overleggen met mijn man. Ja, is prima. Dus hij zegt, ja, is goed. Mag het? Ja hoor. Zegt hij, nou prima. Nou, heb ik het dus gedaan. Ja, leuk hoor. Dus, ja. Zo, kijk. Draag je het meestal vast? Of? Ja, meestal wel. Oké, nooit echt los. Nee, eigenlijk niet. Jammer hè? Ja, maar ik snap het wel. Ze moeten dan zeker opsporen. Ja. Kijk, ziet er goed uit. Ben je gezellig aan de shoppen dan? Nou, we gaan zo meteen even, denk ik, nog even naar de Action en nog even naar de Jumbo. Want mijn man die moet gewoon eventjes weer melk hebben. Oké. Okay. Weet nou niet eens waar die is vandaag. Ja, hier in de buurt. Normaal is het ongeveer 5 minuten rijden, maar nu dus niet. Het is nou een half uur rijden. En waar we dus normaal 5 minuten over doen. Zo druk is het op de weg. En waar woon jij ongeveer? Ik woon in Zoetermeer. Oh. Dat is niet zo ver van hier. Nee, en de tunnels rollen door en rechtdoor, binnendoor. Dus ben je er zo? Via de snelweg. Ja, waarom? En je hebt ook Insta, iedereen denk ik hier. Wat zegt u? Je mag nog gewoon heel hoor zeggen tegen mij. Maar je hebt ook Insta, neem ik aan? Ja, klopt. Zou je wel gaan willen volgen hoor, straks? Leuk, helemaal top. Ja. Dus, nou, ik laat jullie zo meteen eventjes het eindresultaat zien. Zo, en toen was ik alweer ready om zo meteen weer te gaan. En zo heeft ze dat gemaakt, dus daar ben ik heel blij mee, dankjewel. Dus, komt goed en we houden contact. Zo, we gaan lekker in de Jumbo met ons tweeën, hè? Ja. En we hebben even boodschappen gehaald, ja. Alvast ook voor de feestdagen. Ja. En ik kreeg de vraag van iemand. Hoeveel water ik de orchideeën geef. De orchideeën thuis. En hoe ik ze verzorg. Nou gewoon. In de vestbank. Ja. Toch? Niet dan. Ja. Maar dit zijn wel hele, hele mooie kleintjes trouwens. Schat. Hey. Dit zijn hele mooie kleintjes. Paarsig. Beetje paarsig. Ja. Welke niet? Ja, welk is die? Tell me. Deze bedoel je? Ja, deze bedoelt Rodus. Deze heb ik nog inderdaad nog niet. Maar voor 8 euro. Maar en mijn vensterbank die staat een beetje vol. Hondje. En een katje. Je hebt allemaal hondjes. Je hebt katjes. Dat is een leuk dierendag, schat. Ja. En een cactus voor jou. Oh, sorry. Zo. Ik ging een beetje roze jas filmen. Dat is handig. Ja. Maar past, wat zei je dan? Past goed bij je stekelige karakter. Ja. Wat jij wil. Dat is goed. Helemaal goud. Mioe. Ja. Wil je nog naar de AC? Nee. Niet? Wil jij nog naar de AC? Ik weet nog niet. Geen idee. Lepelplant. Wanneer komen die lepels uit? Dat is een lepelplant. Wanneer komen die lepels uit? Ik weet het niet. Nee. Geen idee. En nu wacht ik dus even op Ro, want die is dus naar de hele andere kant aan het lopen. Hij is nu de auto aan het ophalen. Nou, daar wacht ik dus nu op met de boodschappen. Gewoon lekker binnen. Dus ik ga zo even ook even een row over bellen, even kijken waar die al is. Want ik weet nou niet of je al aan het rijden is of wat dan ook. En dan kan je wel zeggen, het is gevaarlijk, kijk uit. Maar wij weten. En toen vond mijn telefoon het leuk om even te gaan stoppen met filmen. Maar ik niet, dus ik ga gewoon weer lekker door. Dus wij weten wat we doen. Wat ik dus al net al zei. Nou, daar zou je row hebben. Daar ben ik heel blij mee. Ja. Kijk.
Tweede autootje. Dat is Ro. Ja. Dus, dat zeg ik. Dat zou je hem net hebben, terwijl ik hem eigenlijk net even wou bellen. Dus, maar. Komt heel mooi uit zo. Daar loopt mijn mannetje. Hi, schat. Hi, zucht hij. Hi. Hi, Macy. Lovely. Ben je mooi? Niet? Ben je niet mooi? Oeh. Oeh, moet ik een beetje in het licht staan, schatjes? Kom eens hier. Een beetje in het licht staan. Kom eens hier. Oh, cookie. Zo wazig. Goedemorgen, wazig. Lady, ga je ook zitten? Ja, jij ook. Zitten. Mevrouw tweekleuroog. Goed zo. Kom eens hier, lof. Kom eens hier, zitten. Kijk eens hier. Cookie. Lovely. Goed zo. Goed zo. Mevrouw Tinkleroog, kom maar. Ja, goed zo. Oh. Ga je water drinken, dan kom. Daar loopt Lofrie alweer hoor, en met de baas. Nee, gekkie. Ga je aan een auto ruiken en die weg gaat rijden? Nee, dat is handig. Hé, hey. Koekendoos. Koekiesmonstertje. Hé, Lofrie, koekiemonster? Hé, Leed, jij. Ja. Ga maar, het is een beetje donker zo, hè? Om jou te filmen. Ja, het is niet overdag. Nee. Ja. Ik zit alweer op bed op deze regenachtige nacht. Ja, nou, dat betekent dus weer dat ik dus ga slapen, hoop ik dan toch. En vond je deze vlog nou leuk en interessant en weet ik het allemaal nog veel meer? Ik zou zeggen, gooi dat blauwe duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, doe het belletje aan. En laat zeker een leuke reactie achter. En dan zien jullie mij morgen weer terug. Zien jullie ons morgen weer terug bij een gloednieuwe vlog. Dus tot dan, doei doei!